raadt nooit waar we zijn. Je raadt het niet. Haha. Nou, ik laat het wel even zien. Kijk. Ja, je kunt het nog niet zien, maar ik weet, het is hier om het hoekje. Hè? Het is vandaag 15 mei. Europese of wereldwijde anti-corona maatregelen demonstratie. Ha, wereldwijd, hè? Van heinde en ver. Van ver en heinde komen ze. Dus, nou, kijk. Daarachter is het stadion. Hier, kijk. De vlaggen staan al klaar. Kijk, ik weet niet wat er gaat gebeuren trouwens, hoor. Ik weet wel dat het hier is, maar wat er gaat gebeuren, Joost mag het weten. Maar Joost weet het meestal niet. Ik sprak laatste man en hij zei, hoe heet je dan? Hij zei, Joost. Ik zeg, hoe zit dat en dat en dat dan? Hij zegt, dat weet ik niet. Dus Joost weet het helemaal niet. Wat? Oh. Ik vraag me af van welke kant hij is. Volgens mij is hij, ik ga even vragen, vind ik dat leuk. Oh. Kijk, telelensje. Kijk, dat vind ik altijd verdacht. Maar je weet het niet. Van welke krant ben je? Van welke krant? AS Media. AS Media? Ken je die? Nou, nu misschien. Oké. Nog nooit van gehoord, AS Media. Nou. Dus. Mooie telelens. Ja. Hè? Gaat. Gaat, oh. Nou, ja. Ik upgraded en hij downgraded. Ik denk dat we nu al... Nou, laat maar zitten. Nee. Raar, hè? Ik vraag me af of die positieve dingen gaat schrijven of minder positieve dingen. Meestal moeten ze van hun baas zeggen, nee, als je dat schrijft, ontsla ik jou. Hè? Dan mag je bij hun gaan staan. Hè? Dat willen ze natuurlijk niet. Maar... Ik hoor iets vliegen. Oh. Ja, ik zag een soort vogel. Ik hou van dieren en dan moet ik altijd even kijken. Ja. Kijk, het moet nog beginnen hoor. Ik ga eens even erachter kijken. Wat daar aan de hand is. Of wat er gebeurt. Gebeurt trouwens. Er is niks aan de hand natuurlijk. Want... Ja, deze mag. Dit is gewoon... Hier heb je geen knuppelteams. Huh? Hopelijk. Oh, je moet het niet uitspreken, Olf. Daar staat er alweer eentje. Daar komen ze om het hoekje. Net om het hoekje. Als je het zegt, vraag je erom. Zeg ik altijd maar zo. Precies. Nou. Even kijken. Ik zoek namelijk... Nou, ik weet helemaal niet wat ik zoek, trouwens. Oh. Nou, het weer valt niet tegen, maar het valt ook niet echt mee. Het zit er net tussenin. Maar ik ben op alles voorbereid. Echt op alles. Nou ja, bijna alles. Want als je niet weet wat er gaat gebeuren, ja, dan kun je er ook niet op voorbereiden. Maar als je van binnen gewoon lekker met jezelf bent, dan komt het meestal wel goed. Ik zeg dat maar zo. Zolang je vriend blijft van jezelf, nou dan is er niks aan de hand. Maar owee, als je problemen met jezelf krijgt, nou dan heb je problemen. Zelfgemaakt problemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemiddag. Middag alweer. Oh, je bent een schatje. Dankjewel. Ja, nou. Ken ik niet. Maakt niet uit. Sommige mensen moeten eventjes hun... Ja, ik weet het allemaal niet. Kijk, dat was weer een onverwachte situatie. Corona, maar toch goed op geanticipeerd. Hè? Vroeger zei ze altijd, kun je anticiperen? Ik zeg anticiperen? Ik wist niet eens wat het was. Anticiperen. En vroegen ze ook een keer van, kun je goed samenwerken? Ik zeg, ja, zolang ik de leiding heb, nou, dan moest ik gelijk weg. Oh, stom hè? Oh, nou, oh, er is iets op de grond. Mogen ze tekenen? Vinden ze leuk? Tekenen op de grond. Hè? Nou ja. Wow, in één keer komt de wind. Zie je dat? Die koude rotwind. Boe, boe, boe. Och, mijn batterijtje is nu alweer bijna leeg. Kan toch niet? Nou, gelukkig heb ik nog een volle bij me. Want, maar dat had ik even wat beter moeten regelen. Nou ja, maakt niet uit. Hè?
Niemand is perfect. Niemand? Nee, niemand. Echt niet? Nee, echt niet. Dus. Nou, oh, de zon komt gelijk weer terug. Nou, ik loop zo wel even naar voren, maar ik wou nog even hier filmen gewoon. Ach, ze komen van heinde ver, hè. Van overal komen ze nu. We zien, oh, daarachter ook. Massaal komen ze, ik weet zeker, het zijn de duizenden. Ik denk dat er vandaag, naar mijn schatting, nu al voordat ik weet hoeveel er komen, meer dan 10.000 man komt hier straks. Goed, hè? Tegen die anti-fascistische Europese Unie. Hè? Wat een nare mensen, de jong. Of nee, niet de jong. Nee, dat is weer. Nou, laat maar zitten, die dronken man. Hoe heet die ook alweer? Die dronken man. Nou, daar heb je ze weer. Hallo, leuk dat je er bent. Ja, leuk. Doei. Leuk dat jij er bent. Ja. Eergisteren gezien. Oh, dan herken ik jou even niet meer. Oh, ja. Nee, we zien er wat uit. Fakkeloptocht. Ja. Hallo. Hoi. Je mag doen wat je wil. Je bent een vrij mens en vrije mensen weten zelf al wat goed of slecht is. Ja, dat hoef je de ander niet te vertellen. Precies. Wij niet, hè? Nee. Nou. Ah! Yes. Nou, leuk jullie weer dat jullie er weer zijn. Ja. Oké. Okay. Doei. Ik kan me niet meer herinneren. Ik kan het me echt niet meer herinneren. Maar ja, maakt niet uit, ze kennen mij. Na een tijdje zie je zoveel mensen. Ja, een tijdje, dan weet je het gewoon niet meer. Kijk, leuk hè, die gele parapluutjes. Ik zeg al, hé, hey, moppie. Oh, ik ga even ophangen hoor, jongens. Doei.